Dit is een grote stad, Lato. Nooit van gehoord? Toch was dit ooit een van de belangrijkste steden van Kreta, met handelsbetrekkingen over het hele Midden-Oosten. Het is gebouwd door de Doriërs, met Alexander de Grote als belangrijkste vertegenwoordiger. Oh, die. En Nearchus, de belangrijkste admiraal op zee van Alexander de Grote, is hier geboren. In Lato. We beginnen opnieuw. Lato is werkelijk een spirituele belevenis als je daar in je eentje mag zijn. Door de stoere toegangspoort bereik je de benedenstad. Een statige, lange trap leidt je naar de hoge stad, de Acropolis. Denk maar aan Acropolis. In deze polis hebben 2500 jaar geleden mensen gewoond en gewerkt. Met een echte agora, een markt, waar de mensen bij elkaar kwamen. Misschien wel om te filosoferen. Winkels en werkplaatsen. En een caffeneon? Een kroeg? Wie zal het zeggen? En dat alles op een fenomenale plek. Met uitzicht naar de baai van Mirabello en Agios Nikolaos. En tenslotte op de mooiste plek van de stad, de tempel van Ilithyia, de godin van de bevalling. Zij kon het baren van een kind vergemakkelijken of juist heel pijnlijk maken. Reken maar dat er veel aan haar geofferd werd.